Maar het geeft een heel opgewekt gevoel, zeg maar. Ja, heel licht in je hoofd. Je moet het een beetje vergelijken met een alcoholroes. Je wordt wat spontaner. Makkelijker praten en socialer. Je bent wat zekerder van je zaak. Zekerder van je zaak en een euforisch gevoel. Wie wil dat niet? En dat door een goedje dat je zelf zo in elkaar flanst. Want dit heb je nodig. Gedestilleerd water, gootsteenontstopper, te koop bij de supermarkt om de hoek. En je bestelt wat gravity-verwijderaar op het internet. Ik maakte voor mezelf maakte ik een liter klaar. En dan was ik toch een behoorlijke tijd, kon ik verder. Maar dit is dan wel je eindstation. Je krijgt echt brandende handen en de raarste dingen, tintelen. Spierspanningen, hartkloppingen. Het gevoel dat er iemand van 80 kilo op je borst zit. Heel zwaar depressief. Zelfs de raarste dingen gaan door je hoofd. Zelfmoord en noem maar op. Waarschijnlijk gaat het om een paar honderd mensen die zich nu aan hebben gemeld bij de instelling voor verslavingszorg. Op dit moment? Ja. Arno is hovenier en sinds een paar maanden clean. En John, hij zit in een afkikkliniek om van zijn GHB-verslaving af te komen. Arno en John zijn geen uitzonderingen. Want wat blijkt uit nieuw onderzoek van het Trimbos Instituut? Het aantal GHB-verslaafden is het afgelopen jaar vertienvoudigd. En de verklaring is eenvoudig. De drempel om GHB te gebruiken kan laag zijn omdat het een vloeistof is. En omdat het relatief goedkoop is. En omdat mensen misschien nog niet zo goed op de hoogte zijn van de risico's. Hoe lang heb jij GHB gebruikt? Ik heb zo rond de 7 jaar GHB gebruikt. Ja. De eerste 3 jaar meer in de weekenden. En daarna is dat steeds meer geworden. En op een gegeven moment, de laatste 3 jaar, zat ik toch wel op 9, 10 eenheden op een dag. GHB, jarenlang al bekend als partydruk. In het begin tamelijk onschuldig, later als middel om vrouwen tot seks te dwingen. Maar wat blijkt nu? Het gebruik beperkt zich niet alleen tot de dansvloer. Als je dan 's nachts ligt te slapen, dan word je gewoon wakker gemaakt door het spul. En dan, als je dan weer verder wil slapen, dan zul je toch weer een potje moeten nuttigen, zeg maar. Om het 1,5 uur, 2 uur. En dan slaap je dus ook amper? Voor mij leek het altijd net of ik niet slaapte eigenlijk. Tenminste, ik slaapte wel lichamelijk, maar geestelijk nooit. Lichamelijk gewoon in mijn plat, maar geestelijk toch wel nog erbij zijn. Soms ook gewoon de hele tijd gewoon door kunnen denken, maar toch weten dat je gewoon plat ligt, zeg maar. Dat is heel raar. Iedere 2 uur wakker worden om bij te tanken. En als de wekker is gegaan, gaat het flesje mee naar het werk. Meestal deed ik gewoon een hele kleine pocket flesjes, zeg maar, die ik gewoon heel makkelijk in mijn zak of in mijn sok kon houden. En je hebt van die buisjes waar je het mee inneemt. En die zorgde ik gewoon dat ik altijd 2 in mijn zak had zitten. Zodat ik altijd gewoon het in kon nemen wanneer het nodig was. Ik had altijd te drinken bij me, ja. Maar dat was? Dat was gewoon, er zat de bestandsdeel in en dan wist ik precies hoeveel eenheden daarin zaten. En hoeveel ik in moest schenken. Ja. En dan ging je af en toe naar de wc? Nee, ik kon het. Het was gewoon een, niemand heeft dat in de gaten. Je drinkt gewoon je drankje en je drinkt gewoon een glas water. Een van mijn patiënten heeft dat gewoon zo letterlijk gezegd. Van, het valt niet op. Het is een middel die ik gewoon in mijn waterflesje nog meeneem en dan kan ik gewoon drinken. Niemand in het werk, in de omgeving merkt het. Rama Kamal, verslavingsarts. Ook zij ziet de rij GHB-verslaafden langer worden. De gevaren van GHB zijn volgens haar jarenlang onderschat. Je bent razendsnel verslaafd aan een dodelijk gif. Bij GHB is dat binnen een paar weken. Als je dat echt dagelijks trouw gebruikt op bepaalde hoeveelheden, dan ben je binnen 4, 6 weken echt verslaafd aan. En daar bedoel ik mee dat je gewoon heftig ontwenningklachten krijgt als je daarmee stopt. En ook cravingklachten, dat je gevoel heeft van ik moet dit wel gebruiken. Ik kan niet zonder functioneren. We zien dat heel veel gebruikers de risico's van GHB onderschatten. Ja. En dat zien we ook bijvoorbeeld in de party scene of bij het thuisgebruik. Dat mensen in een comateuze slaap terechtkomen.
En dat de omgeving denkt van ach, het is een onschuldige slaap, er is niks aan de hand. Die is lekker aan het tukken. Inderdaad. Nou ja, je raakt op een gegeven moment, val je weg af en toe. Je raakt in een korte slaap. En ja, dat heeft ermee te maken dat je spieren op een bepaalde manier ontspannen. En geestelijk ook. Dikwijls had meegemaakt dat mensen gewoon knock-out op de grond lagen. Ja, op een gegeven moment als je daar lang tussen zulke mensen allemaal zitten die allemaal daar gebruiken. Ja, dan word je daar op een gegeven moment wel lakser in. Ja, iedereen ja, die raakt er een beetje aan gewend. En dan was gewoon diegene die werd gewoon opgetild, in de auto gelegd en het feest ging gewoon door. Die slaap is zeker niet onschuldig. Waarom niet? In die slaap ben je heel erg kwetsbaar. Je kunt niet wakker gemaakt worden. En je kunt dan ook stikken, bijvoorbeeld in je braaksel of in je tong. Dodelijk dus? Het kan dodelijk zijn in principe. Op een gegeven moment, ja, je hoort dan mijn verhalen van ja, dat mensen de tong in kunnen slikken en zo. Dus ja, daar deden we dan wel rekening mee houden. Om op zijn zij te leggen. Zodat er dan, ja, als je hem op zijn zij deed leggen, dan ja, konden weinig gekke dingen gebeuren, zeg maar. En dan gingen jullie gewoon weer door met feesten? Ja, eigenlijk te gek voor woorden, maar zo ging het wel, ja. Doorfeesten tot het gaatje. Maar Arno raakt zijn baan kwijt. Wordt zwaar depressief en hij wil stoppen. De eerste keer dat ik het probeerde, dat was eigenlijk dan dat ik mijn dealer niet meer te pakken kreeg. En eigenlijk zonder begon te zitten. Maar toen raakte ik helemaal in paniek, joh. Dus zat ik boven mijn kamertje, stopte ik mijn eigen weg. Ik had geluk dat mijn vriendin dan nog het eten voor me kwam brengen en noem maar op. Want ja, zelfs daar ben je niet meer tot toe in staat. Ik ben zelf in één keer gestopt, ja. Beviel dat? Absoluut niet. Nee. Nee, ik heb doodsangst gehad dat ik hartinfarcten zou krijgen door die spanningen. Het is gevaarlijk. Het is een van de gevaarlijke middelen om zelfstandig de besluit te nemen, zelfstandig gewoon mee te stoppen thuis. En waarom is dat gevaarlijk? De scala van ontwenningklachten, dat maakt het een beetje gewoon gevaarlijk. Dus het begint gewoon van hartkloppingen, hoog bloeddruk, de extreem van dat iemand gewoon echt psychotisch kan worden. Beide mannen zoeken uiteindelijk professionele hulp. Arno is inmiddels van zijn verslaving af en John is nu voor de 10e keer in therapie. En toen doorgegaan en dan is het binnen 5 minuten weer in orde. En dat is het gevaar ervan, dat het heel snel werkt. En dat maakt het ontzettend verleidelijk, hè? Dat maakt het heel verleidelijk. Heb je het gevoel dat die scene die gebruikt nog steeds groot is of groeit ook? Dat weet ik wel heel zeker. Ik denk dat we daar nog heel veel van gaan horen. Dus want het wordt steeds meer gebruikt en het is gewoon zo makkelijk, het is betaalbaar. En ja, net zoals we wel zeggen, het wordt bijna aangemoedigd op internet en het is zelf te maken en noem maar op. En ik zie het zelf ook bij ons in het dorp. Dus ja, bijna heel veel jongeren zitten eraan.